Hallo, we staan hier in het dorpje Jisp en we gaan proberen een paar mensen te interviewen. Daar gaan we. Ik sta hier bij een jongen. En hoe heet jij? Ik heet Rutger Dalfinsja. Tandra. Mike, mag ik jou een paar vragen stellen? Ja hoor. Oké. Dat mag jij doen. Ja? Ja. Mijn stelling is, een herdenking speciaal voor kinderen is nodig. Denkt u dat een herdenking speciaal voor kinderen nodig is? Nee, dat denk ik niet, want tijdens de ramp wordt iedereen al herdenkt. Dus waarom zou je ook nog speciaal de kinderen moeten herdenken? Ja, want dan kunnen ze in de toekomst voorkomen dat het gebeurt. Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat er al zoveel informatie gegeven kan worden op school dat dat niet noodzakelijk is. Nee, want er zijn toch ook heel veel ouderen dood gegaan in de Tweede Wereldoorlog? Een herdenking over de Tweede Wereldoorlog. Vindt u die wel nodig of denkt u meer zo van, die hoeft niet, maar de rest ook niet? Gewoon geen herdenking hoeft. Nee. Nee. Hallo mensen, vandaag herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 3, 2, 1, stilte! Dit gaat echt lekker. Daar heb je gelijk over, want ik bedoel, in geschiedenis gaat het bijna altijd over de Tweede Wereldoorlog. En we zijn er nu al bijna, dus kom mee! Hallo, en we zijn bij de thuisbasis. Ik ben al herdenkt, dus waar...